Oh, jij lijkt echt wel best op een toetsenbord, vind ik ook. Klopt, ja. Wil je met je gezicht of met je... Ze is 12. Dames en heren, jongens en meisjes, het is zover. Het seizoen 6 zit er weer op. En dat is natuurlijk heel jammer, maar... Aan het einde van het seizoen hebben we altijd het legendarische videootje nog. Net als vorig jaar toen het echt een daverend succes was. Legends lezen comments. En dat is wat we vandaag wederom gaan doen. Meestal zijn jullie hartstikke lief, dat weten we ook wel. Maar er zitten een paar van die rotte peren tussen, waaronder kinderspel. Die gaan we waarschijnlijk ook weer tegenkomen vandaag. Die het eigenlijk een beetje verpesten voor de rest. Maar ja, die zijn wel uitgekozen, neem ik aan. En die gaan we vandaag behandelen. Nou, wat leuk. Hebben we er zin in? Zoveel zin in, jongen. Zin in! Yeah. Nee. Motiveert dit juist niet alleen maar om volgend seizoen weer heel stom te doen? Misschien wel. Ja, misschien zijn ze nu wel lief. Is het niet zo dat bepaalde mensen altijd veel kutter komen zeggen dan anderen? Bijvoorbeeld, ik zou niet weten wat er over mij voor het slechtste gezegd kan worden. Hebben we ook een log meldpunt, zeg maar, waar je ja. Die zien dat als haat, maar dit is ook gewoon feedback om aan jezelf te werken. Oh, Mattie begint. En we beginnen met mij. Oké, leuk. Leuk. Oh, Mattie. Achievement unlocked. Safe zone. Ja, fantasie, meneer. Dat is helemaal geen onwaardige comment. Hoe voelde dat? Ja, ik heb heel seizoen 5 meegedaan. En toen zat ik inderdaad geen enkele keer in de safe zone. En toen in het begin van seizoen 6, nou, toen reigde ik ze aan één, weet je wel. Nou, dat voelt toch wel lekker, kan ik je zeggen. Dan oh, je hebt dit seizoen nou goed gedaan, hoor. Algemene niveau ging een beetje omlaag door mensen als Milo en Rob. Hey, wat doen we nou hier, man? Ja, we zijn mee bezig binnen dit gezin. Hey, zoals Milo altijd zegt, met liefde kom je verder dan haat. Ja. Oh, nee. Dit is een positieve comment. Heel tof. Kunnen we even een flashback krijgen naar dat lama-spelletje? Oh, hey, wat is dit voor dit? Dit is zo goed! Nah, joh. Lange nekkie, joh. Ik heb wel dat lul gevonden. Ik heb nog steeds die sleutel hangen niet van hem. Er is weinig liefde te vinden daar vanuit Milo. Onzin. Hey, maar je moet trots zijn op je prestaties, gast. Super Ruby. Waarom krijg ik altijd het gevoel dat Don er helemaal niet bij wil zitten? Hè? Dan heb je enigszins wel een punt. Het is ook gewoon waar. Het is ook gewoon waar. Af en toe heb ik gewoon helemaal geen zin. Dus ja. Jij zit hier ook als enige 40-jarige. Zit je tussen een groep Roel ook, hè? Kijk, hij kan goed gevoelens lezen. En dat is op zich ook wel fijn. Vorig seizoen, deze is van CPR trouwens. Vorig seizoen, focus Aubergine. Dit seizoen, focus Joost. Ja, jullie bank zitten, zaten me wel te focussen hoor, aan het begin. Joost, weet je, en terecht ook hoor. Joost, dit was je ontgroening, joh. Je hoort er nu helemaal bij bij ons. Ja, maar hey, jokes on you. Door al die focus, Joost, ben ik in de danger zone gekomen. Heb ik daar gewoon mijn winst gepakt. Dus tweede, gewoon prima. Oké, ik heb een theorie. Vorig seizoen was Mattie populair Mappie. En opeens zijn alle bankzitters er. Vorig seizoen begon Ronald... Hé, niemand pesten met dyslexie. Vorig seizoen begon... Mattie. Vorig seizoen begon Ronald over Harm en Harm is er opeens. Vorig seizoen dachten alle kijkers dat Link en Ledge... Oh, de Ledge was. Link de Ledge was. Link de Ledge was en nu zit hij ook in het seizoen. En vorig seizoen... Bro, wat is dit voor complottheorie? Ga je laten vaccineren of zo? En vorig seizoen zat elke Legend te praten over Roy. Dus wie komt er nu? Ik denk Roy. Ah, ik moet zeggen... Kai Strooper! Ja, ja. Ruud Strooper. Ben was lekker bezig. Ja, goede streak gaande, maar heel jammer. De delivery was wat minder. Ja, ik vind hem top. Wat een kut comment. Nou, ik hoop dat dit alles was. Volgende. Joost. Hey, Joost. Mijn voorspelling voor deze video. Humor is de sleutel, dus Harm gaat de danger zone. Ja. Kijk, als het humor over Joost een kapsel moet gaan, dan wil ik prima in de danger zone zitten. Vind ik prima. Hè, Mattie? Ik kan me dit niet herinneren wat ik gezegd heb, maar... Nee? Oh, oké. Okay. Joost, hey, als je ermee zit, het spijt me echt, hè? Nee, jij meent er helemaal niks van. Ja, het spijt me. Er zit zo'n grote laag eelt over mijn hart en joh, je kan hem niet meer breken. Echt? Ook op je hoofd zit er ook eelt? Of wat gebeurt er dan? Was het maar. Matta NL. Kan iemand misschien Raoul even uitleggen dat de duimpjes op YouTube niet meer blauw zijn? Wat? Jawel toch? Huh? Zijn gewoon blauw. Blauw. Ga nu ergens even testen. Ik ga letterlijk nu naar YouTube. Groen duimpje, wauw. Maar misschien niet op zijn niet meer blauw. Misschien niet op je mobiel. Zijn niet meer blauw. Kijk die duim. Ze zijn gewoon grijs, toch? Ze zijn wit! Ze zijn gewoon wit! Ja, maar ik zie geen kleur. Ik heb gewoon een wit duimpje achtergelaten op die logvideo. Het zijn toch blauwe duimpjes? Ligt het er niet aan of je dark mode hebt of light mode? Waarschijnlijk. Oh. Ik zag net nog een comment met een blauw duimpje. Ja, volgens mij is light mode blauw en dark mode. Nee, bij light mode wordt die zwart. Ja, het blauw bestaat echt niet meer. Nee, het is weg. Zet. Grip, man. Mag ik F in de comments? Even een F, jongens. Oh jee. Oh jee. Kinderspel. Hij voelt zich nou echt machtig, hè? We back.
Dit is toch gewoon een of andere die. Ja. Dat zijn alle kijkers van Log. Dus, Hij zegt ook niks ergs of zo. Nee. Hij zegt ook, oh, we back. Het feit dat je zelf aankondigt dat je eraan gaat komen, dat zegt voor mij al genoeg. Dit stuurt hij terwijl hij op de bus aan het wachten is in de regen of zo. En dan denkt hij, ja, ik heb macht. Maar hij heeft al 4 fans, zie je dat? Machtsmisbruik. Hij zit in het intro van deze video, sowieso heeft hij macht. Het is machtspositie dit, hè? Baby Rambo 0407, waarom heeft Don zo rode ogen? Het lijkt net alsof hij Jonko heeft gedaan. Ja, we beginnen heel vroeg. Met Jonko's. Don, ken jij de Jonko's? Met Jonko's, daar beginnen we ook heel vroeg mee. Luister. Don, ken jij de Zwendboot in Utrecht? De Zwendboot? Nee. De cultuurboot, man. Leuk voor Bankzitters video. Oké, gaan we langs met z'n allen bij de Zwendboot. Ik denk wel dat jij het aan je zin hebt. Bankzitters versus Marcus Smoke wedstrijd. Die kantelen. Dat is gewoon kansloos. 20 april video. Wallinus! Petitie om Jeremy zijn eigen Peggle-serie te laten maken op het Legend of Gaming kanaal. Nou! Petitie! Jij kon echt goed peggen, Jeremy. Ja, je bent er goed in. Matty ook trouwens, hoor. Blindpacken doe ik altijd. Packen jullie wel eens met elkaar? Of, Ja, daar doen we geen uitspraken over. Hé, hey, daar ben ik zelf. Link tijd van Leuk Convertent. Sorry dat Robbie niet in deze video zit. Helaas. Wat is dit nou weer? Ja, jij zou hier zijn, toch? Alleen je was op vakantie. Ja, ik was toen aan de beurt. Ja, we zeiden de hele tijd, Robbie, dat jij zou komen. We dachten dat jij zou komen, maar je kwam er niet. Nee, het duurde zo lang. Ik was 3 keer op vakantie of zo. Ja, dat klopt. Ja, maar dat kan gebeuren, jong. Dus daarom heb ik mijn excuus even aangeboden daarvoor. Maar uiteindelijk hadden we wel goed geraden dat Robbie erin zou komen. Ja, wauw, knap, man. Wie is dat? Die oude, dat is Raoul. Kip. Oh ja, van Killerbee en kip. Killerbee zegt, wie is dat? Roelzio zegt, die kale, dat is Joost. Wacht, heeft Roelzio net niet gezegd, die oude, dat is Raoul? En dan nu, dat is Joost. Maar waarom wordt er constant gevraagd, wie is dat? Ik bedoel, godverdomme, we stellen ons ervoor. Je kan ook even googlen. Ja, Roel heeft geen Wikipedia, dus dat zal het wel zijn. Maar Joost wel, hoor. Joost wel? Ja, zeker. Dat hoop dat ik heel vaak tweede ben geworden. Innerspel. Oi. Is volgend seizoen wel met meer diverse mensen? In plaats van Don, Jeremy, Joost, die er altijd al in zitten. Waarvan Jeremy niet echt een gamer is, behalve een lolspeler. Zie graag streamers of hele andere content creators hier ook in. In plaats van telkens dezelfde mensen. / de mensen die met elkaar opnemen. Joost, Don, Jeremy en de bankzitters die elkaar al kennen en zo. Innerspel is weer terug. Nee, hij is gewoon vervelend. Hij geeft wel vuur. En nog steeds denkt hij dat hij invloed heeft. Nou, kinderspel, als jij dus 10 mensen bij elkaar zit die allemaal geen weergave halen, dan haalt de video geen weergave. Dus daarom hebben ze de meest relevante YouTubers en mezelf erbij genomen voor dit. Ja, lul maar één. Robert Kamminga, dat is een boekhouder. Ja, verdorie man. Nu is mijn Mattie 0 win sticker op WhatsApp niet meer accuraat. Hé, die sticker die wil ik, Robert. Stuur die even door. What the fuck? Zullen we Robert in de WhatsApp groep gooien van Lof? Het is Robert. Het is Robert. Dat is ook goed rood, man. Nee, het is Robert. Hij heeft wel mooie Google kleuren in zijn logo gebruikt. Volgens mij werkt hij voor Google. Oh, een Linky Lover. Nah, insane. Wordt het een ding dat elke video een cam van iemand uitvalt? Hé, mijn cam, die... Ja, is niet meer. Helaas. Hey, jongens, hebben we wel een haatcomment voor Link gelezen? Het is alleen maar positief, volgens mij. Jawel. Ik heb er maar in één video gezeten, volgens mij. Ja, maar ik snap wel waarom hij die wildcard heeft gewonnen, hoor. Dit gaat helemaal nergens over. Dit is van Job de Haan. Als zelfs Milo in deze game kan winnen, weet je dat het tijd is voor GTA 6. Ja, eens. Hey, hoezo, man? Daar ben ik ook goed in. Ja, dat GTA 6 is toch... Wanneer komt hij uit, jongens? Morgen, man. Morgen, man. Ik had hem op pre-order shop gezien. Daar was hij al beschikbaar. Geweldig. Appigeen. Legend of Gaming is nog de enige manier om die dode Don in de spotlight te houden. Die gast is echt een oude zuurpruim. Ja, ik zat de comments toen te lezen. Ik denk Appigeen. Ja, mooi. Log heeft hem gelijk. Log heeft je back, Don. Ja, maar dat is contractueel zit hem gewoon lekker aan elkaar verbonden. En Appigeen mag gewoon lekker door de stront heen zakken. Log heeft Appigeen ook gelijk, toch? Ja. Nee, dat is alleen een duimpje. Duimpje is geen hartje, hè? Oh, ja. Flori_06. Eigenlijk is Logs niet heel leuk meer.
De grappen die vroeger werden gemaakt in de oude leuke studio zijn er nu niet meer. Nee, dat komt door corona, kunnen we ook niks aan doen. En het is overgenomen door bankzitters behalve Robby, want hij is nog bezig met eten. Omdat je dik bent, varkens. En nu ben ik toch hier. Je was helemaal niet op vakantie, je was aan het eten. Nee, ik was op vakantie aan het eten. Ja. Ja, hey, maar er zitten toch evenveel makkers als bankzitters in de diep? Vier dan? Nou, Harm is geen makker. Harm is geen officiële makker. Makker. En dan zitten er toch even veel official. In. 1, 2, 3, 4. Ja, 4. Ongeveer, ja. 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 Nee. Ja. Harm, kom, ik weer terug, als je zou mogen kiezen, Harm. Dat is 50-50. Ja, Harm, je mag kiezen wie je wilt joinen. Bankzitters of makkers. Wij verdienen echt veel geld, hè. Even kijken hoor, wie heeft meer views? Ja, bankzitters zijn wel meer views. Dan weet ik het al, hè. Ja, verdomme, tellen mijn voorgaande jaren niet meer. Nee, ik ben te koop, ik ben gewoon te koop. Mijn mening is ook te koop, dus wie het meeste biedt. Van Rianne 112. Waarom lijkt Raoul toch altijd zo erg op een toetsenbord? Een ziek logo heeft zij gemaakt. Wat? Rianne 112. Bro, jij lijkt echt wel best op een toetsenbord, vind ik ook. Klopt, ja. En wil je met je gezicht of met je... Ze is 12, kom op man. Oh, ik dacht 112 in de naam, gewoon. Ik dacht 112. Ze is of 11 of 12. Daar ga je, jongen, daar ga je. Vis in the peas, kan Donnie gewoon verdwijnen. Wauw. Ja, kan ik eigenlijk wel. Ja, nou, als dat hem nog wel, ja. Ja, ja, kan ik doen, maar. Klap nee. Eens in je handen. Hij komt niet meer terug. Hij komt niet meer terug. Wow. Nee, joh. Wow. Zo. Ja, ja. Wat is hij weer? Is magic, je ziet wel aan de comment dat het echt een League-speler is. Echt? Oh, zo toxic. Fucking vis. Zo toxic ook. En dan speelt hij ook de meest toxic champion in de hele game. Oh, het is League. Oh, dan is hij sowieso minder waardig. Dat is toch een Stitch van Lilo en Stitch. Minder waardig. Ja, dan een Stitch, ja. Lilo en Sticky, man. Dat zei ze. Milo en Stitch. Tran. Nee. Moet Matty echt in elke video... Ja, ik zit er gewoon in, toch? Of niet? Ja. Oh, ja, dat is extra, hoe het werkt. Al die extra draaidagen inderdaad. Dat is wel waar. Met in dat cafeetje, weet je wel, Jer, zat jij ook in. Ja, ja, ja. In elke video dit seizoen. Nee, jij hebt ook nog Call of Duty gedaan. Daarom, dat bedoelt hij, denk ik, weet je. En natuurlijk de Omen livestream. Oh ja, ook ja. De Omen livestream, ja. Spijt me, man. En natuurlijk de KPN Ultimate Speed Test. Ja, daar zat Jer ook in. Ja, je weet de favorietjes, weet je wel. Maar ja, blijkbaar vinden mensen het niet zo leuk. Don Kaaklijn. Johan vond het erg leuk, bedankt. Die had dat doorgekregen van, van Johan, denk ik. Nou, die wonen toch samen? Ik zie toch echt wel een blauw duimpje, hoor. Hier, blauw duimpje. Nu is het echt sinds 2 weken. Ja, dus, 2 weken geleden is dit, joh. Ja, joh. Hij is gewoon blauw. Ilmar Schramp, dit wordt spannend. Gok, Link gaat winnen. Zet in reacties of ik gelijk heb, poch. Voorspelling. Digital Friend Battle. Wat ben jij een kind, zeg. Als je ouder bent dan 10, dan is het heel gek. Die is ook gewoon echt net 11, weet je. Ja, ik wou dat zeggen. Dat is iemand die zegt, ik ben bijna 11. Wat betekent dat poch? Ik zie dat altijd voorbij komen. Ah, je Milo. Boomers. Ja, maar ben je een boomer? Player of the game. Player of the game, ja. Ropro 08. Jeremy begint steeds meer een nerd te worden. Vroeger was ik altijd voor jou en nu... En nu voor wie? Omdat ik dat nu een bril draag, what's the difference, man? Haha, visuele beperking. Nerd. Je hoofdband is weg, Jer. Dat missen ze gewoon. Mensen die een bril dragen zijn niet cool. Glyn van Beek 2. Harm moest de win hebben. Regie, what the fuck? Oh, die crap game. Ja, daar wil ik het nog even over hebben. Want als ik die had gewonnen, hè. Oh, die easy win van mij. Daardoor zou ik dus nooit dat fucking topo-spel verliezen. Damn. Dude. Oh, het is gewoon corrupted. Corrupt? Het is wel een beetje corrupt. Dat rigged. Scripted sinds de beginning, man. Volgend seizoen heb jij hem, Harm. Volgend seizoen. Het is altijd weer Yoast 2. Dat moet altijd. Voor script is dat goed. Flynn is ook eigenlijk ingehuurd om die comment te plaatsen. Velo WW. De legendes gaan dat Yoast nog steeds niet weet waar Korea ligt. Nee, hey, dit is Rob zijn fake account, man. Steeds. Steeds met een T. Steeds met een T. Ja, volgens mij ligt Korea ergens in Europa. Ja, het ligt wel link. Wist je dat Korea links en rechts van Europa ligt? Wow. Na die opname had ik trouwens ook echt gewoon Google Maps geopend. Om gewoon eventjes voor mezelf in alle rust en vrede te kijken waar de fuck alles lag. Ik was echt zo boos, jongen.
Tom van Gennep. Als Slotta, zoals Mido mee zou doen, zou hij positief testen op de speedtest, denk ik. Oude snuifduim. Speedtest. Nee. Ik weet niet zo goed wat die speedtest inhield, maar... snap ik de kapie. Het is wel een hele sterke comment, man. Het is wel een goede comment. Tom van Gennep, man. Een sterke comment. Tom van Gennep, jongen, kom ik een beetje nat. We maken er een leuke nacht van. Oh. Kinderspel. Wat een leuke video. Voor het eerst. Top. Ik ben nu wel benieuwd wat die twee reacties eronder waren, eigenlijk. Ja, en welke video het was. Ja. Ja. En, video ja. was dit? Of dat is gewoon het mysterie. Dit was gewoon een comment onder een Good Life video, denk ik. Ja. Niet op vlog. Helemaal niet op vlog. Nee. Deze staat gewoon onder de Bellinga's. In de twee reacties dat hij erop zelf reageert. Geprankt. Kut video. Ja. Dutch MG. Mattie, gefeliciteerd met je hashtag 1 plek met een video van 0 naar 1 miljoen coins in een 1 week, FIFA 22. Dit is gewoon helemaal geen haatcomment. Oh, er wordt iets meer liefde gestimuleerd. Oh, ja, een beetje liefde. Hij is zelfs geliked. Saai. En maar ze konden niks meer vinden over Mattie waarschijnlijk. Ja, saai. Dat is wel een goede gozer. Kijk nou toch eens, oh wat een prachtige award. Ja. Hey, maar hoe had je dat gedaan van 0 naar 1 miljoen? Gewoon in één keer gestort of zo? En dan, nee, ik open gewoon de rekening van bankzitters. Ja, legeroof toch? Ja. SL. Ik kende dit hele concept niet, maar wat erger ik me aan... Alle niet-bankzitters, wat een ongelofelijke teringclown zijn dat. Dus inderdaad duidelijk op bankzitters kijken. Dan blijf maar lekker weg dan! Dat is duidelijk. Rok gewoon op, joh! Als ik dit zo lees, dan moet SL wel voor Super Legend staan, man. Deze gaat... Super Legend. Dat is een van die guys van jullie. Hou die gast even op jullie kanaal, man. Ruurpen, ik kijk uit naar de finale maand. Mogen de beste winnen, behalve Don. Hij veegt zijn reet inmiddels af aan trofeeën. Ben ik het mee eens. Ja, het is al waar. Stik erin, Don. Dat zou de aanbijen wel verklaren. Jasper Nijrinks. Ben ik de enige die de astronaut heeft zien dansen. Wat? Doe Fortnite. Ja, die had ik ook gezien. Dat achter die steen. Oh, zo. Maar lasers. Lijkt mij wel. Heel welkom. Hij krijgt het wel. Ik ben aan het chillen. Colonial karakters. Hoe vet je gekleed als je alle oranje balletjes hebt. Oh, je hebt 6 punten. Bij die crab game, ja, ik zag het ook staan. Ja, maar die komt overal terug. Er zitten zoveel video's van de astronaut. Oh, maar dat zat niet in de game, toch? Of wel? Edit grappie. Lekker bezig, Arvie. Ja, oké. Goeie edit. Dat was een goede edit. Nou, dat was hem, jongens. Dat was hem, man. Hilarisch! Wil iemand vertellen of hij zich beledigd voelt? Ik moet nodig schijten, maar ik weet niet of dat iets hier iets mee te maken heeft. Maar als je het niet erg vindt, dan ga ik even schijten. Nou, ga even poepen, anders. Sluit hem meteen af dan, Ik heb kinderspel wel lopen uitdagen net, dus ik hoop dat hij een paar comments achterlaat. Ik vind eigenlijk wel dat hij mild was dit jaar. Hij heeft kritiek geleverd en dat was het. Hij heeft helemaal zo'n intro gedaan van ik ben weer terug, bitches, en dan helemaal niks doen. Mensen, volgend jaar, wellicht zien we jullie dan weer terug met jullie comments, maar dan willen we opbouwende, positieve feedback gewoon, waar we aan kunnen werken. Keiharde haat! We willen geen haat, we willen gewoon dingen waar we wat mee kunnen. Ja, met goede interpunctie ook graag. Tips en tops. Ja. En een cijfer voor ons performance. Dat is ook leuk, een rapport. Ja, rapportcijfertje. Mensen, bedankt voor het kijken, dit was het weer voor dit seizoen. We zien jullie hopelijk later weer terug met iets minder. Vul zelf maar in. De groeten. Ciao. Ciao. Minder makkers. Doei.